enige wat mijn zoon eigenlijk de hele dag doet, is eten, poepen en slapen. En het liefst ook in die volgorde. Het eten gaat hem goed af, want hij krijgt namelijk al een beetje spek in zijn nek. En de poepen heeft hij ook al aardig om de knie, afgezien van een rode kop die hij krijgt tijdens het pessen. De lui is aan 17 cent per stuk, vliegen er doorheen. Bij het slapen ligt voornamelijk de uitdaging. Eenmaal in slaap maakt hij wel uren, maar het in slaap krijgen is een ander verhaal. Alle trucs komen uit de kast. Nijntje op de fiets, op zijn rotje knoors. Als ze mij niet gaan gieten, want daar knap ik op af. Hoewel een beetje nattigheid is niet altijd een straf. Zingen. En wandelen. Minutenlang. Heen en weer. In de woonkamer. Iedere keer dezelfde rondjes. En als dat allemaal niet werkt, dan toch maar de allestroostende boezem van mijn vriendin. Waar hij tijdens het eten en het poepen langzaam in slaap valt om al zijn avonturen te verwerken. En na 4 uur slaap begint het hele riedeltje gewoon weer opnieuw.